Welkom in het derde deel van de podcast Religie versus Politiek. In het voorgaande heb ik verteld dat de Almachtige een goddelijk knopje of een G-spot verduiveld goed had verstopt in het fameuze holleke bij het vrouwmensje. Ik ga daar niet verder op ingaan. Spijtig misschien voor de meeste luisteraars, ik weet het. Ik heb het woord verduiveld gebruikt en dat moet ik nog uitleggen natuurlijk. De Almachtige heeft van het begin af de stoute mensen geholpen om stout te zijn, om die 10 regeltjes niet te volgen. Alhoewel die eerste regel van die één God al duidelijk en moeilijk genoeg was, denk ik. Is alles onhaalbaar. Maar voor alle zekerheid heeft de Almachtige, die blijkbaar aan zijn eigen vinding nog twijfelde, heeft hij een verleider uitgevonden. Een duiveltje. En dat duiveltje, dat moest ons aanzetten om toch ongehoorzaam te zijn. Om die 10 regeltjes niet te volgen. Toch een beetje hardvochtig van de Almachtige, niet? Maar ja, hij houdt van ons. Niet vergeten, hè? En daarom heeft de religie zijn hardvochtigheid wat verzacht. Want er zouden ook ergens in het firmament ook nog engelen zijn die dikwijls ruzie hebben met die duivel voor het vermaak van hen. De menswezens op aarde krijgen van beide er eentje toegestuurd. Ja, ook weer niet zichtbaar natuurlijk volgens de ene om ons te verleiden en de andere om ons te beschermen. Hoe verzint je toch allemaal? Maar laten we terugkeren naar het aardsparadijs. Nu komt het dilemma. De Almachtige had een speciale boom geplant in het aardsparadijs. De boom der kennis van goed en kwaad. Die eerste mensschepsels mochten overal van eten, behalve van de appels van die ene boom. Die God, die zo van ons houdt, die vond het blijkbaar altijd leuk om moeilijke regeltjes uit zijn mouw te schudden. Ik weet niet of hij mouwen had natuurlijk, of zelfs maar kleren droeg. Ja, tegenwoordig noemen ze dat eigenlijk pestgedrag. Enfin, wat gebeurde er? Een slang heeft het mannelijk mensje verleid om toch maar van die appel te proeven. Dat was dus de duivel in de vorm van een slang die ons aanzette om ongehoorzaam te zijn. Volgens de religie staat dat symbool voor de verleiding van het vrouwelijk mensding, om de man tot voortplanting aan te sporen. Maar dat snap ik het niet meer. Ze moesten zich toch vermenigvuldigen? Gaat en vermenigvuldig u. Zonder aansporing ging het misschien niet snel genoeg. Begrijpen wie begrijpen kan. In alle geval, de Almachtige was heel boos. En hij stuurde die eerste mensschepsels weg uit het aardsparadijs. Ze hadden gezondigd. Ja, je ziet duidelijk op de afbeelding dat Adam de schuld doorschuift. Hij verwijst duidelijk naar Eva. Maar of het aardsparadijs nu nog bestaat, betwijfel ik. Er zijn nog geen sporen van gevonden bij mijn weten. En als er ergens op aarde toch een plekje gevonden wordt waarvan je zou denken op het eerste zicht, dit is het aardsparadijs, ja, dan duurt het nooit lang. Dan wordt het snel verknoeid door toeristen. Adam en Eva werden verbannen en moesten voortaan werken. Hun kost zelf verdienen. In het Zweeds huns aanschijns nog wel. Al dus zo mooi verwoord door de religie. Dat was hun straf. Begint je het een beetje te snappen, het absurde van heel die religie? En dan nog zoiets onbegrijpelijks. In zijn almachtigheid heeft de onzichtbare man, met of zonder kleren aan, altijd afgebeerd met een stevige baard in de religie, in zijn almachtigheid heeft hij die eerste mensen bedacht met het vermogen om te denken. De andere beesten reageren alleen volgens hun instinct. Die kunnen niet denken.
eten en gegeten worden, de wet van de sterkste, de vleeseters lusten de planteneters. Maar waarom toch die bloeddorstigheid? Laat ze toch allemaal alleen maar planten eten, toch? Was dat zo voor de vermakelijkheid van het opperwezen misschien? Dat verslinden, dat vechten, het bloeddorstige? Enfin, die mensbeesten, die konden dus denken. En daarmee is eigenlijk alle verdere miserie begonnen natuurlijk. Ze dachten ook van alles verkeerd. Toegegeven ook af en toe goede dingen, al dan niet zinvol. Ze waren niet altijd content met wat ze hadden op die aardbol. Ze moesten er ook hard voor werken. En daarom zijn er toch slimmeriken geweest die dachten, laat anderen maar werken voor mij. Ik zal ze wel wijsmaken dat het zo hoort. Dat je het denken voor het welzijn van iedereen alleen aan de echte slimmeriken moet overlaten. Die zullen de anderen wel leiden met een korte ei. En zonder dat ze het beseften, moesten die anderen dan maar lijden soms, maar dan met een lange ei. Ja, zo hoorden het nu eenmaal. Desnoods maakten ze nieuwe regeltjes op basis van die religie om de dommerikken te overtuigen, ze te doen geloven. Voilà, opgelost. Die mensbeesten werden dus op die manier dom gehouden. Zo dom dat ze de leiders zelfs gingen verafgoden. Denk maar aan het gouden kalf ten tijde van Mozes. Of aan de farao's hun grote werken. Ja, dat van dat gouden kalf verstaan alleen diegenen onder ons die wat gelezen hebben in de Bijbel over het Oude Testament. De farao's en hun piramide kennen de meesten onder ons wel. Ook al is dat al lang, heel lang geleden allemaal. Maar recenter en herkenbaarder voor iedereen zijn misschien de leiders, de regeerders, de heersers, despoten, tirannen of hoe je ze ook noemen wil, gelijk Stalin of Hitler of Poetin of misschien Trump. Ja, en nog vele anderen. Maar dat verafgoden was op zeker moment een beetje te veel van het goede voor de Almachtige hierboven. Er mocht maar één God zijn natuurlijk. Allee, drie tegelijk eigenlijk. Maar dan ook niet meer, hè? Die mensbeesten op aarde gedroegen zich soms als echte beesten. Ze hadden alle geloof verloren en ze moesten eens terug opgevoed worden. De Almachtige menswording. Ja, daar was een onbevlekte ontvangenis voor nodig. Iets wat je niet snapt. En dat noemen ze dan maar een dogma. Je moet dat niet begrijpen, als je het maar gelooft. Ja, tegenwoordig zouden ze dat kunstmatige inseminatie noemen toch. Maar zo ver stond die wetenschap toen nog niet. Als je maar almachtig en onfeilbaar bent, dan lukt het ook zo wel, zonder al dat technisch en wetenschappelijk gedoe. Die zoon van God was toch een speciale figuur hier op aarde. In zijn menselijke vorm dan toch. Die had alleen maar vriendjes. Geen vriendinnetjes hoor. Nee. Zo ene was hij niet. Met één vriendje was hij nog niet eens content trouwens. Ineens 12 dan maar. Hij had met zijn volgelingen veel succes. Dat moeten we toegeven. En dat kwam door heel wat wonderen natuurlijk. Zoals een hele menigte eten geven met 5 broden en 2 vissen. Of zomaar over het water lopen. Ja, om er maar enkele te noemen. Hè. Ja, dat is niet zo moeilijk voor een almachtige natuurlijk. Want ja, zo vader, zo zoon toch. Maar wat ik dan niet begrijp. Als hij hier op aarde was om orde op zaken te stellen. Dan had hij toch heel wat andere manieren kunnen bedenken. Zeker dan zich aan het kruis te laten nagelen. Hij was toch almachtig? Hij had beter wat ongelovigen en vooral die farao en zijn slavendrijvers een lesje kunnen leren, ze gewoon opruimen met een bliksem of vuur of zo. Nee, moest hij echt sterven als mens om de stommiteiten van de mensen terug goed te maken? Ja, toch een eigenaardige denkpiste. Ik denk
dat hij ook te laat besefte dat dit niet de ideale manier was. Ja, hij is dan maar gauw uit zijn graf opgestaan en teruggekeerd naar zijn vader voor nieuwe instructies. Plan B, om zo te zeggen. Ja, die zullen daar nog heel wat gediscuteerd hebben, denk ik, over hoe ze het dan verder moesten aanpakken. Maar het heeft uiteindelijk toch zijn vruchten afgeworpen, hoor. Zijn vriendjes hebben het hier en daar niet slecht gedaan. Ja, in het begin althans. Alhoewel de vurige tongen daar wel wat mee te maken hadden. Maar op de duur was het toch weer van hetzelfde laken een broek. Er kwamen nieuwe afgoden. En in het begin de grote volksmenners, tegenwoordig begrijpelijker als we denken aan al die sportidolen, artiesten van allerlei pluimage, DJ's en rappers bijvoorbeeld. Ja, en ook nog regeringsleiders natuurlijk. Denk maar aan Trumpie. Enfin, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Dankzij heel wat fanatiekelingen kregen we oorlogen, armoede, hongersnood, volkerenmoord. Ja, nergens is het meer veilig in uw eigen straat. Nog meer absurde regeltjes. Ja, onze planeet die gaat verzuipen, etcetera, etcetera. Het kan niet op. Hoe lang houden we het nog vol voordat de Almachtige nog eens ingrijpt? Liefst op een kordatere manier dan. Maar wel de goede een beetje sparen natuurlijk. Ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Ja, je zal die zegwijze ook wel kennen, denk ik. Sommigen voorspellen het einde van onze leefwereld. Maar voorlopig blijft het nog wat uit. Sommigen proberen er ook wat aan te doen. Heel actief, door het vuil op te ruimen bijvoorbeeld. Terwijl anderen alleen maar meeroepen in de woestijn van Thunberg. Ja, dat is toch actueel, hè? En wel goed gekend door iedereen, denk ik. Sommigen, dichter bij onze deur, proberen zich te profileren in de politiek. En zo komen we aan ons volgende onderdeel van onze podcast, of beter gezegd, vodcast. Namelijk de politiek. Want ik vind dat we genoeg gefilosofeerd hebben over de religie. Alhoewel ik nog uren zou kunnen doorgaan met allerlei pittige details. Soms zelfs wansmakelijk. Maar daar zijn er al genoeg. Niet alleen verhalen, maar ook feiten over bekend.